Soldaten, in deze video gaan 640 teams het tegen elkaar opnemen om samen uit te maken welke club nu daadwerkelijk de beste van de wereld is. En hoe ga ik dat doen? Ik heb 10 verschillende toernooien met overal 64 teams erin. De winnaar van de finale komt tegen de winnaars van die andere finales. Uiteindelijk krijg je dan nog een mini toernooitje wat een soort van een super league moet zijn om dan de winnaar te kronen. Maar ik ben te lang aan het praten. Je krijgt hier ronde 1 van toernooi A. Mocht ik een wedstrijd zien waarvan ik denk van, oh, daar is iets heel erg geks gebeurd, dan benoem ik het even. Maar dat lijkt allemaal mee te vallen. Nou, Club Brugge heeft verloren van Rosario Central. En verder zijn dit de uitslagen. Ronde 2 krijgen we nog een paar lekkere potjes. Een Kortrijk River Plate. Wie had dat gedacht? En de vraag is, wie gaat hier de favoriet zijn? Trouwens, laat mij even weten, nu in de reacties hier beneden, welk team denk jij dat uiteindelijk de kampioen gaat worden van de video? De laatste 16 waren allemaal, nou, niet iets heel geks gebeurd. OH Leuven wint met 2-1. Zo zie je hier de volgende wedstrijden. Er komen hier en daar penalty reeksen aan te pas. De kwartfinales, River Plate, Platense, Defensa en Boca Juniors gaan door. Dus geen enkel Belgisch team in de halve finale. We krijgen hier, oh, dit is wel lekker. River Plate en Boca Juniors winnen hun wedstrijden. En zo wordt het een super classico in de finale. Welke van deze twee teams gaat haar plaats boeken in het uiteindelijke toernooi? Het wordt Boca Juniors op strafschoppen. Het is tijd voor toernooi B. Oh, Beijing Guoan of zo wint op penalties van Leverkusen. Wacht, wat? Bayern verliest thuis van Odense met 2-1. En dat mogen wij een behoorlijke shock noemen. Ronde 2 dan, waar wij de volgende uitslag hebben. Ik zie Santos verliezen, Leipzig wint, Dortmund gaat ook nog steeds door. Midtjylland er verrassend uit. Ah, HSV schakelt internationaal uit. De laatste 16. En hier eindigt het toernooi voor Leipzig. Dat verliest van Dortmund. En we zien hier HSV. Nou, die gaan eigenlijk vrij goed. Kwartfinale. Oh, dat is de eindstation voor HSV. Dortmund wint wel weer met 3-1. Mainz gaat door. Gladbach heeft ook de halve finale bereikt. En, oh, Gladbach schakelt Dortmund uit. Gremio wint van Mainz. We krijgen, ja, witte shirts tegen witte shirts. Dat maakt allemaal niet uit voor de simulatie. De winnaar is Mönchengladbach. Newcastle wint maar moeizaam op penalties. En, oh, Arsenal. Wat? Verliest met 3-1. Thuis van Saarbrücken. Hier hebben we Liverpool dat met 3-0 van stadsgenoot Everton wint. Chelsea gaat door. En dit lijkt allemaal, oh, wow, wow, wow. City verliest van United met 4-2. En dan heb je een beetje pech uiteraard met de loting. Ronde 2. We zien Brighton verliezen tegen een, ja, toch matige Duitse club. Liverpool door. Chelsea op penalties. United gaat goed, want Leicester wordt uitgeschakeld. Chelsea verliest van Liverpool. En dan nog deze uitslagen. De kwartfinale 6-2. United tegen Blackburn. En oh, Liverpool verliest met 4-3 van Southampton. Oh. Dit zijn halve finales. Wow. Southampton wint van United. En dan is de finale Southampton tegen Crystal Palace. Het wordt 0-2. Crystal Palace is finalist nummer 3. We zien St. Etienne het lastig hebben tegen Ipswich. En er kan echt van alles gebeuren in deze simulaties. Lille maar 2-1 tegen Rochdale. We zien Bordeaux winnen. En Lille ook. Monaco verliest hier van Clermont Foot. Zou Lille dan wel de finale kunnen bereiken? Zij winnen met 4-0 hier. Bordeaux verliest. Halve finales. Angers wint op penalties. En West Brom doet dat ook. Dus geen Lille, maar een championship club. Wordt het Angers of toch West Bromwich Albion? Nee, 3-0 voor de club uit Frankrijk. Toernooi E. Milan verliest met 3-0 van Roma. En PSG gaat eraf tegen Lyon. Dus het zal mij benieuwen wie hier uiteindelijk de winst kan pakken. Juve niet en Napoli ook niet. Want zij verliezen allebei. Inter wint gemakkelijk. En had ik een beetje geluk met de loting. We krijgen ronde 2. Waar Drogheda United uit Ierland Marseille verslaat. Zo zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Sligo Rovers gaat ook door. Inter verliest van Hellas. We hebben nu eigenlijk alle favorieten al eruit. Of niet? Nou, Lyon gaat nog door. De laatste 16. Lazio eruit. Lyon, Roma gaan allebei door. En dan komen zij tegen elkaar. Lyon en Roma. Roma wint. Bastia is door. Wat? Dit is echt helemaal krankzinnig. Sligo Rovers is volgens mij een 1-ster team uit Ierland. Wint van Atalanta. En Bastia met dezelfde uitslag pakt het Roma. Daar gaan we, de finale tussen twee dwergen. En Bastia, onze Franse favoriet in deze wedstrijd, pakt hem. Zij gaan door. Wij krijgen de Nederlandse teams. En ik zie meteen dat Feyenoord met 4-3 van RKC heeft verloren. We zien Willem II eraf gaan tegen Cruz Azul. Cambuur
verliest van Tokio. En verder nog iets geks. AZ laat het liggen tegen Monterrey. Twente wint wel. NEC verslaat de ploeg waar Iniesta speelt. En PSV 3-1 tegen Yokohama. Ronde 2. PSV verslaat Udinese. Nou, dat is een uitstekend resultaat. En nog meer Nederlandse teams. Twente eruit. NEC verliest NIP. En dan krijgen we Heerenveen dat van Mazatlan wint. RKC 2-1 tegen Vegalta Sendai uit Japan. Ajax pakt een knappe overwinning tegen Amerika. De laatste 16. Nee. PSV verliest van Querétaro. En nou, Utrecht pakt Sampdoria. Dat is wel een toch goed resultaat. Ajax, ja, had geluk met de loting, denk ik dan, tegen RKC. Heracles wint van Toluca. En Heerenveen schakelt Spezia uit. Kwartfinale. Utrecht wint van Querétaro. Ajax pakt Heracles. Eigenlijk jammer dat zij dan tegen elkaar moesten. Nou ja, Ajax finale gehaald. Utrecht niet, want zij verliezen met 4-1 van Monterrey. Wat eigenlijk niet heel erg gek is. En dan krijgen we deze finale. Het eindigt. Ah, 3-2 Monterrey. Ah, Benfica verliest van Gil Vicente met 2-1. Sporting 2-0. En ja, Rosenborg zouden zij misschien kans maken. Porto net door tegen Molde. Sporting wint. En oh jezus, in de halve finales 4-5. Zo krijgen we Sporting Portugal in de finale tegen Passos de Ferreira. Wordt het daadwerkelijk Sporting? Jazeker, 3-1. AEK Athene is misschien nog een club om hier in de gaten te houden. We krijgen ronde 2, waar zij ook weer winnen. De Grieken, Olympiakos, spannende wedstrijd tegen een van de aartsrivalen in Panathinaikos. Hier dan Dynamo Zagreb nog door. Kwartfinale, AEK Athene weer de overwinning. Victoria Pilsen schakelt Olympiakos uit. Al-Ittihad wint van Dynamo Zagreb. Zo krijgen we een finale van Victoria Pilsen tegen Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië. Komt ie aan, Victoria Pilsen 3-1. Zij winnen, Barcelona wint, Atletico wint. Valencia verliest van Hibernian uit Schotland. Real Madrid wint nipt van Dundee United. Besiktas vliegt er al heel snel uit tegen Espanyol. Betis verliest de derby tegen Sevilla. In ronde 2 verliest Rangers van Las Palmas. Real Madrid net tegen Shaikur Rizaspor gewonnen. En Celtic wint. Barcelona wint ook maar net van Atletico. Een kraker in ronde 2. En zo lijken het voornamelijk Spaanse ploegen te zijn die het goed doen. Oh, maar Fenerbahçe schakelt Barcelona uit. En Granada wint van Real Madrid. Galatasaray Fenerbahçe eindigt in het voordeel van Fenerbahçe met 3-2. Sevilla wint, Real Sociedad wint en Granada op penalties. Dan de finale wordt Real Sociedad tegen Fenerbahçe. Dus dan zou je zeggen dat Real Sociedad de favoriet is met toch ook Oyarzabal, Isaac en Silva. Maar onderschat Fenerbahçe niet, het eindigt 2-1, de winnende van Oyarzabal. En deze teams vind ik wel lastig om in te schatten wie nu echt een favoriet zou kunnen zijn. Young Boys knalt er al uit tegen Sporting Kansas. Hier nog Basel gewonnen, Inter Miami verloren en kijk 5-1 voor de Turkse kampioen Trabzonspor. Laatste 16, LAFC verloren van Toronto. Nog iets geks gebeurt, Basel door Malmö eruit en Trabzonspor verliest. Kwartfinale krijgen we Basel dat wint en verder ook Toronto, de Seattle Sounders en de Colorado Rapids. Halve finales, de Sounders winnen en Basel. Wie zal hier de favoriet zijn? Ik zou zeggen Basel, maar dat baseer ik eigenlijk op niets meer dan mijn gevoel. Oh, mijn gevoel was niet juist, want op penalties winnen de Seattle Sounders. Crystal Palace en Angers zijn 9e en 10e geworden. Zij gaan niet naar mijn eindtoernooi, want daar kunnen slechts 8 teams aan meedoen. We beginnen met Victoria Pilsen tegen Borussia Mönchengladbach en de Duitse club gaat door naar de halve finale. Dan Sporting tegen Monterrey 1-3. Dus die Mexicaanse ploeg die is echt niet te stoppen. Bastia Real Sociedad 1-3. En dat kon je wel een soort van aanzien komen. Boca Juniors tegen de Seattle Sounders. En onze Amerikaanse vrienden die winnen hier op penalties. Dus het was allemaal heel erg spannend. We krijgen nu de halve finale. Gladbach tegen Monterrey. En in de 88ste minuut scoort Stindl de winnende. Real Sociedad tegen de Seattle Sounders. En de favoriet pakt hier de overwinning. Real Sociedad in de finale van wat het grootste toernooi aller tijden is geweest. Wordt het Gladbach of Sociedad? Laat maar zien. Het is Real Sociedad. Wil je mij Braziliaanse bek zien openen? Klik dan gewoon even. Hier zo. Houden we.